denk je niet elke dag van jouw jonge dame? Al is er soms een autostraat, mijn hemel blauw. Ik deel mijn leven graag met jou. Zoiets geks, zoiets anders, zo'n gave uitdaging. Ik heb nog nooit zoiets gespeeld. Ik denk dat heel veel mensen die mij kennen van musicals, dat die ook nog nooit zoiets van mij gezien hebben. Het is ontzettend leuk en ja, een hele leuke uitdaging. Dus ik heb het onwijs naar mijn zin. Voor mij is het gewoon persoonlijk een leuk gegeven dat ik het als kind Annie heb gespeeld. En dat ik dan in dat Miss Hennigan ben doorgerold en nu die Grace mag spelen. Dus voor mij is het zo'n beetje, ja, een cirkel daar rond is. Ik blijf blijkbaar die Annie maar leuk vinden om te spelen. Wat kies ik voor haar? Groen of blauw? Dat kind zit alles. Je bad is warm, dus hup erin. Bad schuin, een flink stuk zeep heeft ze wel nodig. Je bed wordt keurig opgemaakt. Zijdelakens of katoen, dat is ook lekker. Ik heb het nu al naar mijn zin. In het begin vond ik het echt wel moeilijk. En ik heb zelf een klein paniekmomentje gehad. Maar toen is mijn mama mij beginnen helpen en toen ging het beter. En dan ben ik op mijn gemak geraakt en dan ging het wel. Ja, alleen in het begin dacht ik ook van, oh, dat is best wel veel, ik zal door het script bladeren, ja, of zo. Maar uiteindelijk ging het allemaal super vlot en ja, leerde ik dat sneller dan ik had verwacht. Ik ben een hele maand hen gaan volgen, dus ik heb eigenlijk heel weinig gerepeteerd. Ik heb zo, sinds deze week heb ik repetities gehad, dus ik heb een hele maand echt alles een beetje op mezelf moeten studeren. Maar ik ben 3 keer in de week naar Amsterdam gegaan. Ik heb hen allemaal leren kennen, wat ook wel belangrijk is om dan samen op een scène te kunnen staan. Dus dat was heel fijn dat dat kon. Ze is wat stoerder, ze is van alle tijden. En ja, we hebben gewoon een hele andere cast. Dus heel veel nieuws te ontdekken in deze Annie. Dat ik een andere rol speel. Dus voor mij was het gewoon leuk om eens langs een andere invalshoek Annie mee te maken. Het is ook echt een nieuwe versie. Dus dat is ook, het is toch echt iets anders dan anders. Want heel vaak zeggen producenten, we maken een nieuwe versie. En is het eigenlijk geen nieuwe versie. Maar ik vind persoonlijk dat het echt een moderne versie is. Met heel veel andere underscores. En er is gekniept in het stuk. En het is echt een andere versie. Dus ik vond het heel fijn ook om eens met andere mensen ook te kunnen samenwerken. Want België is dan ook op dat vlak een klein landje. Dus ik vond het heel fijn. Het liedje wachten helemaal in het begin en dan morgen natuurlijk vind ik heel leuk om te kunnen brengen, omdat je daar al je gevoel in kunt steken en zo de meisjes in het weeshuis te kunnen troosten. Ja, ik vind eigenlijk ook alle scènes heel leuk. Ik vind het een hele leuke scène. Ook scène 1 of net scène 2, ik weet het niet juist, met het liedje Zwaar Bestaan, omdat je dan nog met alle kinderen ook aan de zaal kunt tonen van, ja, kijk, het is een zwaar bestaan en op het einde gaat alles wel goed komen. Dus ja, zo fijn. Ik denk dat veel mensen Annie al kennen. En ik denk als je het zo hier ziet, het is een beetje gemoderniseerd. En ik denk dat voor de mensen die Annie al kennen wel heel fijn is om te zien hoe dat ze nog altijd meegaan met haar tijd.